mevrouwtje. Het gezin van der Klein was een van de eerste die zich op de foto liet zetten. Maar eerst moesten ze even in de make-up. Je hebt zo'n mooie kleur haar. Nee? Vader Frans is behoorlijk ziek. Hij herstelt nu van longkanker, maar hij was er bijna niet meer geweest. Voor hem is een mooie foto van zijn gezin erg belangrijk. Ja, dat is een mooi initiatief. Omdat wij het eigenlijk niet kunnen betalen. Nou, en dan is het een mooi initiatief dat vanuit iets geregeld wordt. Ja, dat vinden we mooi. En omdat ik ziek ben, heb het extra betekenis voor ons. Zo'n 75 mensen schreven zich in voor de fotoshoot. Het project met de naam Help Portrait komt overgewaaid uit Amerika. En Saskia Vossen haalde het naar Eindhoven. Ik vond het zo leuk wat ze doen en de mensen kunnen daar zo blij mee zijn. En het zijn echt mensen die je normaal gesproken, ja, je ziet ze wel op straat, maar je ziet ze verder, weet je dat soort dingen niet van mensen. En het is gewoon gezellig en leuk en met een klikje op de knop is iedereen blij. Ja, die is leuk. Die is cool, hè? Die is leuk. En dat vind ik een leuke aan. Dat we dan met het hele gezin bij elkaar zijn op de foto. Ja, dat is gewoon belangrijk voor ons. We weten niet hoe lang het nog duurt. Het kan alle kanten uit. Ja. Een hele dag werk met zo'n 20 vrijwilligers. En dan laat de techniek het afweten. De modellen moeten het doen met een digitale foto, want de printer, die was kapot.